Breda Nu. Je weet het meteen. Welkom bij deze uitzending van Vorderingen Station Breda. De planning is dat in het najaar 2016 het station gereed is. Duidelijk is te zien dat het opschiet met de bouw van het nieuwe station. Aan de centrumzijde is na het weghalen van de stijgers al goed te zien hoe het nieuwe station uitkomt te zien. Hier ziet u de Willemstraat die nu geheel op de schop gaat, maar straks een hele mooie entree wordt voor de stad. Ook zal binnenkort de hoge trap die noord en zuid verbindt verdwijnen. Straks kunnen de passanten rechtstreeks en gelijkvloers van de ene naar de andere kant lopen. Ook de complexen van Breda vooruit gaat opschieten. Alhoewel de geplande doelstellingen niet in zijn geheel zijn gehaald, gaat het toch een mooi complex worden. Een nieuw project is de bouw van een nieuw gerechtsgebouw. Breda krijgt een nieuw gerechtsgebouw. Het gerechtsgebouw opent in 2018 haar deuren. Met man en macht is de bouw begonnen. Ik ga deze bouw volgen en u er verslag van doen. Dit was het dan weer en hoop je over ongeveer 5 weken een nieuw programma te presenteren.